Hallo allemaal, mijn naam is Frans van Guitar King & Boogle. Ik heb hier bij me zit Jos Kamphuis, productspecialist van Line 6. En we hebben hier het apparaat PodGo van Line 6. En daar willen we jullie vandaag mee bekend gaan maken. Je kunt de PodGo op veel manieren gebruiken, maar we hebben voor vandaag even gekozen om maar drie varianten extra uit te lichten. De eerste is eigenlijk hoe dat je hem als standalone apparaat kan gebruiken op het podium. De tweede variant is dat je hem enkel met USB-uitgang en een koptelefoon eventueel direct op je laptop aansluit om er opnames mee te maken. En de derde variant is dat je hem eigenlijk als een soort losse effectenprocessor gaat gebruiken. Als aanvulling op je vertrouwde versterker die je nu al in gebruik hebt. We gaan nu laten zien hoe dat je hem standalone kan gebruiken. Het is eigenlijk heel eenvoudig, de gitaar gaat hierin. En de twee outputs, als je hem tenminste stereo wil gebruiken, die gaan dan rechtstreeks naar een mengtafel toe of eventueel een geluidskaart. En Jos die kan wel iets meer vertellen over hoe dan intern zo'n geluid is opgebouwd. Ja, ik heb hier een vrij eenvoudige patch gemaakt. Het bestaat uit rondom een matchless versterker met de bijbehorende speakerkast. Daarvoor zit een overdrive pedaal, een beetje delay en reverb erop. En in principe is dit het basisgeluid dan. Als ik dan de overdrive erbij schakel, dan krijgt het natuurlijk wat meer. En de reverb kan erbij, de delay kan erbij. Dan, je ziet een vrij simpel set, zoals heel veel gitaristen dat met een paar pedaaltjes regelen. En dat is eigenlijk wat je hier in dit apparaat precies doet. Je hebt digitale varianten van analoge spullen die je in elke winkel kan kopen. En die zet je achter elkaar. Dat doe je via het makkelijkst via een editor op een laptop. Je kunt gewoon met je muis dingen heen en weer slepen. Het is heel erg makkelijk. En je stelt ze gewoon in zoals je dat met analoge pedalen ook zou doen. Klaar is Kees? Ja. Geen kabeltjes meer nodig, geen losse voedingjes die storing kunnen veroorzaken en dat soort dingen. Het is eigenlijk heel slecht voor jouw handel. Ja, misschien eigenlijk wel, ja. Maar ja, die dingen die bestaan ook nog dus. Maar goed, dat is dan misschien voor een ander publiek. Maar ja, dit is dus de eerste variant eigenlijk die we wilden benoemen, de standalone variant. We willen nu even laten zien hoe je de PodGo kan gebruiken met je bestaande versterker. En hoe dat het dan technisch aangesloten moet worden. In principe hebben we eerst de gitaar gehad in de PodGo. Van daaruit gaat de send die gaat naar de input van jouw versterker. En dan de line-out van de versterker, dus eigenlijk de complete versterker met eindversterker en alles zit er dan tussen. Die gaat dan terug naar de return van dit apparaat. En dan vervolgens neemt hij de laatste blokken mee. Dat zijn dan de effecten in dit geval. Een delay en een reverb zie ik staan. En het allerbelangrijkste natuurlijk de speaker kabinetfilter. Dus dan kan je per geluid kan je dan ook een specifieke kabinet kiezen met een specifieke microfoon ervoor. En ja, dan kunnen we nu even laten horen hoe dat klinkt. Wat je nu hoort is dus eigenlijk puur de koch, want alle effecten hier staan op bypass. Dus als je het digitaal vindt klinken, dan is dat dus, ligt dat aan jezelf. Dat ligt niet aan de pot, want je hoort nu puur de koch. Ja. Wel via de speakersimulatie van de PodGo. Maar, nou. Gooi de reverb eens open, dan kun je horen, kijk. Zie je, dit is gewoon de veer reverb uit de koch. De voorversterker van de koch kan je dus ook nog bijvoorbeeld op drive zetten. Dat is
puur alleen de kog nu. En de kabinetfilter van de Podgo. Maar ik heb hier voor de effectlus naar de kog toe ook weer een overdrive pedaal gezet. In dit geval een model van een Prince of Tone. En als die ervoor zet, dus dit is gewoon kog. Als die ervoor zet, de bruggenbukker. Dan heb je dus de kog met een overdrive uit de Podgo. En dus op die manier kun je dus effecten uit de Podgo combineren met gewoon je analoge apparatuur. Een beetje delay erbij. Het is misschien handig om even uit te leggen van in de praktijk wat je daarvoor nodig hebt. Want anders dan kan het beeld geschetst worden dat hij heel ingewikkeld is om aan te sluiten. Maar in principe als ik deze twee kabels eruit zou trekken, zou alles naar aangesloten zitten. Want dit zijn gewoon de twee kabels die naar de geluidskaart toe gaan. Zodat jullie thuis kunnen horen eigenlijk wat wij hier gedaan hebben. Het enige wat je dus eigenlijk nodig hebt is twee extra kabels. Dus je hebt één gitaarkabel nodig om je gitaar aan te sluiten. Voor de verrest heb je dan nog twee extra kabeltjes nodig. Eentje die naar de input van de versterker toe gaat. Maar dat zou bij een normaal effectengebruik ook het geval zijn. En eentje die terugkomt weer van de versterker hierin. En dan zit eigenlijk alles al aangesloten. Dus je hebt dan eigenlijk iets technisch in elkaar gezet met drie gitaarkabels. Dus eigenlijk ook heel eenvoudig. Zoals een normaal pedalboard eigenlijk ook zou werken. En de mogelijkheden zijn dan echt enorm. Want je kan natuurlijk gebruik maken met die kabinet filterblok van de interne kabinets die hierin zitten. Met hun eigen microfoons waar je dan nog dingen mee kan kiezen. Maar je hebt natuurlijk ook hierin de hele bekende IR-loader. Zoals die door heel veel bekende merken ook gebruikt wordt. En met die IR-loader kan je er dus kabinets inzetten van 30 partijen weer. Van Celestion of Tonehammer. Of ja, hoe heet het eigenlijk allemaal? Onehammer. Er zijn verschrikkelijk veel te krijgen. En je kunt ze ook zelf maken als je weet hoe het moet. Maar het is leuk dat die functionaliteit erin zit. Want het maakt het apparaat een heel stuk veelzijdiger nog. Ja. Om nog even de puntjes te benoemen. Je bent nu in staat om drivepedalen voor die je bekende of vertrouwde versterker te zetten. En eventueel ambience effecten zoals delays, reverbs en dergelijke. De versterker voordat hij naar het kabinet toe gaat. En je hebt dan live geen microfoons meer nodig om je versterker uit te versterken. En je kan ten opzichte van wat normaal zou zijn bij ieder geluid een andere speakerkabinetkleuring kiezen. Dus dat zijn de grote voordelen. We gaan nu misschien wel de meest eenvoudige methode laten zien hoe je de Podgo goed kan gebruiken. Dat is eigenlijk puur als vervanging van je pedalen, als pedalenplatform. Die dan voor je bestaande versterker staat. Wat heb je daarvoor nodig? Eigenlijk heel eenvoudig, gewoon die gitaar die dan in de input van de Podgo gaat. En de output daarvan die gaat dan naar de input van jouw versterker. In dit geval hebben we dan om het geluid in de geluidskaart te krijgen nog de line-out van de versterker gebruikt, zodat we daar in ieder geval geluid hebben. En Jos die laat een aantal pedalen horen zoals hij ze graag op zijn versterker zou willen horen. Ja, dus wat je nu hoort is de kog zonder de pot zelf. Nou, bijvoorbeeld een beetje compressie. Het kan ook wat.
dat het allemaal, ja, het kan van heel lieflijk en gezellig tot hard en gezellig. Het is maar net wat je wil. En dan is er nog een hele mooie manier om de pot Go te gebruiken als muzikant. En dat is eigenlijk om thuis je opnames te kunnen maken. Het is vooral eigenlijk mooi omdat dat ook heel eenvoudig werkt en best wel veel mogelijkheden biedt. Hoe gaat het in zijn werk? Je hebt er eigenlijk niet zo heel veel voor nodig. Een gitaar en een gitarist natuurlijk, hè, om de opnames mee te maken. Maar dat zou je dus ook zelf kunnen doen. En een USB-kabel om zeg maar, het signaal van de gitaar en de versterker en de effecten in je laptop te krijgen. En dan een opnameprogramma. En het bijkomstige voordeel van deze manier van gebruik is dat omdat het via de USB-uitgang werkt, is dat het op de eerste plaats natuurlijk heel netjes en opgeruimd is. Dat je met weinig technische middelen te maken krijgt die verstoring kunnen gaan zorgen. Dat direct jouw signalen eigenlijk heel goed geregeld zijn. En het andere voordeel is dat omdat je op deze manier werkt, kan je jouw geprocesde uitgangen van de Pod Go gebruiken die je koppelt aan twee tracks. Maar daarbij kan je tegelijkertijd, terwijl je opneemt, ook nog twee droge signalen van jouw gitaar rechtstreeks opnemen. Dus dan met één druk op de knop dat je een opnemer bent, heb je eigenlijk een viertrack opname, links en rechts geprocessed en links en rechts droog direct van jouw gitaar. En die twee laatste tracks die kan je dan weer gebruiken om later weer te re-ampen, zeg maar, in de opname, om ja, een beetje creatief te zijn met geluiden en met versterkers en ja, misschien andere microfoons, andere speakerkabinetten enzovoorts. Maar misschien heeft Jos daar nog leuke tips en trucjes voor. Ja. Nou, wat vooral handig is met re-ampen is dat je achteraf je signaal dus kunt veranderen, je gitaargeluid kunt veranderen. Ik vond het zelf heel leuk om te doen ook voor de eerste keer dat ik dat deed, want je start je software en je hoort jezelf gitaar spelen door je apparaat, maar je kunt terwijl je zelf speelt delay-tijden, de hoeveelheid distortion, noem maar op, aanpassen. Dus los van dat het handig is dat je als je te veel delay hebt gebruikt dat kunt terugbrengen of dat soort dingen, is dat gewoon ontzettend leuk om te doen, want je bent een soort geluidstechnicus die een muzikant aan het bewerken is, alleen die muzikant ben je zelf. Maar het is al tijdens het opnemen, dus ja, het is gewoon ontzettend leuk om te doen en erg handig. Precies, ja, het is inderdaad wat Jos al zegt, heel erg leuk om te doen, heel handig en ook nog eens vrij eenvoudig om thuis op best wel een professionele manier je eigen opnames te kunnen maken. Dus je bent eigenlijk snel aan het werken, zonder dat je uren aan het slepen bent met spullen om alles zeg maar werkend te krijgen. Dus ja, kortom, ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan al die tips en al die trucjes die de Pod Go allemaal in huis heeft om eventueel jou van dienst te kunnen zijn. Dus zijn er nog vragen of iets dergelijks van wat er verder nog allemaal mogelijk is met de Pod Go? Dan kan je gewoon direct even contact zoeken met de winkel via telefoon of via mail. En dan kunnen we het allemaal nog eens extra uitleggen en laten zien misschien in de winkel als het zo meteen weer mogelijk is. Dus dan zien we jullie graag tegemoet in onze winkel. Ik dank in ieder geval Jos ook voor zijn bijdrage en ja, al zijn technische kennis om ons en jullie ook tips en trucjes te hebben gegeven in deze filmpjes. Dus we hopen dat jullie er heel veel plezier aan gaan beleven.